Ja, het is een heel cool pak. In de rap scene heet dit pyjama. Dat vind ik niet. Ja, dat is een ander woord voor wat hij aan heeft. Heb jij ooit zo'n kleren gedragen? Ja, toen ik 3 jaar was. Dat zeggen ze met heel veel liefde, hè, Glins. We houden van jullie. Ja. Wat denk je van de tegenstanders, Glins? Toen ze mij belden om mee te komen doen vanavond, hadden ze niet gezegd dat jullie al 5 afleveringen in tandem iedereen naar huis zijn aan het spelen. Dat is niet positief voor mij. Maar voor de rest gaat het wel goed. Ja. Het enige is, ik vind het een beetje raar, maar dit pak wat ik hier nu aan heb, dat wordt voor mij klaargehangen. Ja. Ik heb weinig eisen, maar misschien ruik je het. Dit pak ruikt heel erg naar zweet. En het is voor mij de eerste keer dat ik het aan heb. Dus dat betekent dat ik een tweedehands pak aan heb. Ja. En ik vraag me gewoon af van wie dat geweest is. Ja. Weet je, is dat James Cook geweest? Ja. Nee, Jeroen? Jennifer Heijlen? Ja, ik vraag hem af. Ik denk dat Bokkie de rapper was. Ja, daar ben ik ook bang voor. Maar goed, ik ga het morgen terugbrengen naar de Zeeman, dat is duidelijk. Goed, en dat is heel gênant, want je bent toch snel, hè? Nee. En dan zeg ik, nee, dat ben ik niet. Maar dan zijn ze echt verbaasd. En dan zeggen ze, ja, maar je lijkt op hem. Dan zeg ik, ja, omdat ik ook een haaslip heb. En dan zijn ze allemaal gegeneerd. Dan zeg ik, nee, dat is het niet. Dat is het natuurlijk wel, snap je? Ja. En kun je rappen? Ik kan niet... Niet rappen. Transformer in a same way. I like it boom boom down. Same way. I like it boom boom down. Glins, jij bent een rapper, dus ik begin rap bij jou. Soms pleeg ik ook humor. Top. Heel soms. Heel soms, heel ja. Dit was het voor vanavond. Ja, dit is... Ik wou Jan Jaap ook knuffelen, maar die stonk zodanig. Ja, ik kan ook wel corona gebruiken, kan ik je zeggen nu. Hè? Dan heb je geen geur meer, dus... Ik kan heel goed snel wandelen. Echt? Ja. Ja? Ja, helaas is dit niet echt een goede omgeving om te snel wandelen. Want je hebt dan een lange baan natuurlijk nodig. Maar ik kan het dus echt heel goed. Ja. Dat ik bijna denk, ik moet een keertje tegen een echt professionele snelwandelaar gewoon gaan. Maar dat heeft toch een bepaalde manier van stappen? Misschien moet je dat... Ja, je moet je benen gestrekt houden. Ja. En je mag je voeten niet allebei van de grond hebben. Dus, ja. Want dan zou je rennen. Hier is een behoorlijk lang stukje, kan ik me zeggen. Nou ja, moet ik het maar laten? Okay. Ja, maar... Even kijken, hoor. Ja? Maar je moet ook een beetje vaart kunnen maken. Ja, ik kan niet echt vaart maken, maar... Ja. Moet je nagaan als ik... Ja, dit zag er zeer goed uit. Ja. Nee, heel goed. Herman, jij staal, virtuoos. Ik heb wel ezelsbroodjes. Bijvoorbeeld Ubbe. Ubbe. Ezelsbruggetje. Het kan zijn dat je dat woord vergeet, natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Nee, dat snap ik. Ubbe. Ja. Jan-Jaap, ezelsbruggetjes? Ik ben sinds kort Vlaming. Dus als ik in West-Vlaanderen moet zijn, dan zing ik altijd een liedje. Transformer is uit. En dat is... Ja, dan heb je daar een brood besteld. Ja. Alles dat ons wegbrengt van dierlijke producten, vind ik prijzenswaardig. Ja. Okay. Je hebt gelijk, Arjen. We moeten er vanaf van het slachten van dieren enzovoort. Daar moeten we vanaf. Ja? Dus zouden we niet zo'n actiegroep oprichten, samen? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Wat? Dat is bij deze gebeurd. Wat gaan we dan doen? Weinig of niks, maar het is het idee, hè, Arjen? Ja. Idee. Ja, doen we zo'n pak aan en dan voilà. Nee, goed, dat is mooi. Van, samen in een huis wonen. Ja. En dan lekker tofu vreten de hele dag. Bugatti, Bugatti, Bugatti. Zijn er woorden die je moeilijk kunt uitspreken, Herman? Ik ken een woord met 8 medeklinkers na elkaar. Dat is niet echt gemakkelijk uit te spreken, zo ineens. Angstschreeuw. Oké, ja. Angstschreeuw. Angstschreeuw. Ja, maar die kan het zelfs uitspreken. Ja, dan is het gemakkelijker dan dat ik gedacht.
Nee. De troisième. Kun je dat al goed uitspreken? Troisième, ja. Dat hebben we vorige keer op geoefend. Ja, maar ja, Jezus. Hij blijft maar lachen. Maar ja... Hij zegt nog altijd troisième. 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 Ja. Troisième. Ik zeg wat jij probeer, zegt. Probeer het nu eens. Troisième. Troisième. Dat gaat in de richting. Dat is dichtbij. Ja. Ja. Probeer nog één keer. Troisième. Poutin. Dat is toch iets anders, hè, dan keien. Dus kasseiks zegt even formeel een arm. Dus als je Antwerpen in komt rijden... Ja. En je gaat niet over de ring, maar je gaat de stad in... heb je op een gegeven moment het gevoel... mijn auto gaat kapot. En dat is dus Fiat. En... en kasseien is zeg maar wat langs de leien ligt, hè? Ja, jullie hebben dat niet zoveel, denk ik, kasseien. Is dat veel in Nederland? Of, Nou, het wegdek verandert één meter na de grens. Ik weet het, ja. Het is... ja sorry, hè. Ja. Dat geeft niks. Ja, maar ja. Heb jij je niet persoonlijk verantwoordelijk voor? Nee. Terwijl asfalt is een Belgische uitvinding. Is dat zo? Dat is echt waar. Het is ergens in 1800 bedacht en sindsdien hebben jullie er geen reet meer aan gedaan. Dus het is niet, toch niet pro bono? Hier niet, het valt wel tegen. Hè. Maar ja? Het is niet pro bono, maar ik schrijf pro bono columns voor het blad van Gaia. Echt? Ja. Voor welk blad? Van Gaia, de anti-dierenmishandelingsclub. Ah, ja, ah ja. Ja, ja. Dat hebben we net opgericht. Ja, ja. Pro bono. Zit jij hier pro bono? Nee, ik, maar dit is wel liefdewerk. Is ah, dat is leuk. Dit doe je uit liefde en omdat je af en toe mooie kleren van Jani Kazaltjes aan mag. Zoals een kipfilet eieren uitbroedt. Dat zou raar zijn, maar, dat wel, maar ik snap hem wel. Het zou mooi zijn als het woord kipfilet toch in de Bijbel staat. En na 40 dagen door de woestijn zagen ze een Kentucky Fried Chicken in de verf. Wat denkt de jury? Wie zal het halen? Merel kan aan kop komen, hè? Ja, klopt. Ja. Dus die gaat uiterst dat best doen. Arjen heeft zo een paar keer redelijk snel stop gezegd. Zou hij misschien in de finale niet doen. Maar ik hoop op Merel die doorgaat. Je hoopt op Merel die doorgaat? Ja. Pardon? We zitten in een veganistische club. Ik gok op Arjen die doorgaat. Dena, in je voorstellingen dan lach je ook soms met Vlamingen. Ja, heel veel. Omdat die ja, grappig zijn? Of, ja, 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 ik vind Vlamingen echt hilarisch. Vlamingen hebben zo de, wat ik noem, de Vlaamse lach. Ja? Ook de collega-lach genoemd. Ja? En dat is de deze. Ik ben zo blij dat we het mogen doen tezamen. Ja. Hoezo? Maar we hebben nog nooit naast elkaar mogen zitten. Ik vind het echt leuk dat hij hier vandaag is. Ik ook. Jij doet precies dat hier van nu. En ik vind het leuk dat James hier ook is. Ja, maar dat is wel dat ja. Jullie hebben binnenkort allebei een eigen programma, een nieuw eigen programma, dacht ik. Ja. Heb ja. je een nieuw eigen programma? Ja, je hebt erin gezeten. Ah, je had een nieuw... Oh, een hele goede. Een hele, hele goede. Amai, het is echt bijgebleven. Ja, maar dit was echt... Ongelooflijk, Dave. Laat alles maar op je afkomen. En spuw het eruit. Amai, dat ziet er zo raar uit bij jou. Ja, maar laat alles maar op je afkomen. Ja, maar ja, ja, dat is... Ik heb het gevoel dat... Ja, ik weet het niet. Ik heb u gelijk al een keer gezien in zo'n Mario Bros of zo. Merel, wat vind je van de jury? Ja, ik ben nu al kapot. Zijn wij te eerlijk? Ze zijn intens. Nee, ik vind jullie echt hartstikke leuk. Ah, ja. Maar ja. Nee, nee. Nee, ik snap het. Nee, nee, nee. Oh, plastische chirurgie. Heb je... Ja. Nooit. Nooit, hè. Nee. Ik zou dat nooit doen. Daar zijn we tegen. Ik vind dat afschuwelijk. Ik noem niet overdrijven, hè. Hij staat in mijn gsm als een Jani Filler. Ja. Nee. Maar jij is niet aan je mond geopereerd. Ah, ja, nee, maar ja. Geopereerd heeft een ding. Die heeft een kathedraal in zijn mond, hè. Ik heb een gotisch verhemeld. Doe het zo. Ah. Ik heb een gotisch verhemeld. Zie, dat is kei diep. Roep een keer hallo. Hallo. Ben je een doucher of meer een badmens? Goeie vraag. afhankelijk van hoe ik mij voel. Maar meestal heb ik geen tijd, dus douche. En dan... Klins, ben jij een douchemens? Ik ben nou een badman. Ja.
Maar we hebben bij ons thuis geen bad, dus voorlopig nog douchman tot de... Douchman. Voilà. Goed, hè? Ik heb een beetje een trauma met baden. In het algemeen? Nee, bij ons thuis, Fleur en ik, mijn zus en ik, we gingen altijd samen in bad. Dat was keigezellig, hè? Maar ik ben 3 jaar jonger. En na een tijd kreeg zij borstjes. Ja. En ineens zei ze, nee, nu wil ik het niet meer. En ik dacht, oh, sorry. En ik ging toch altijd mee gaan zitten in dat bad. En op een dag stapt ze uit dat bad en zegt, ja, maar dan ga ik wel uit het bad. En ik was zo kwaad en ik draai mijn rug. En opeens voelde ik zo'n straal op mijn bil. Die stond gewoon op de bad aan te pissen op mij. Zo. En ik een vrouw het doet, hè, zo. Oh. En dat beeld ga ik nooit meer vergeten. Nee. Dus als ik nu in het bad kruip, denk ik, zie ik altijd mijn zus op die een badrand staan. Oh my god. Ze gaat heel blij zijn dat ik dit verhaal vertel. Ja. Heel blij, denk ik. Ja. Ze geeft les. Ja. Ik heb bij u. Praat je ook Russisch een beetje? Nee, sneeuw, vrees, niet sneeuw. Nee. Dat is wel zeer overtuigend. Oh, wow. Totaal niet. Nee. Maar mijn partner spreekt Russisch, dus niet. Oh, dan pik je al dingen niet. Ja. Maar je hebt in een wafelkraam gewerkt waar je soms Russisch moest praten. Waar halen jullie die info? Ja, okay, ja. Dat is echt zo. Dat is precies zo info dat ze bij mijn oude nicht zijn gaan halen of zo. Weet je dat zo? Nooit oude nichten geloven. Ik heb ooit in een videotheek gewerkt. Dat was mijn zwaarste job ever, echt waar. Dat was aan de Maaie in Gent. En dat was echt zo de heftige buurt. Hè. Daar moest je opletten. Dus ik had met mezelf afgesproken, altijd als er iemand een video komt terugbrengen, doe ik altijd zo. Ciao. Om zo stoer te zijn. Zo. En dan kwam je zo'n disc terugbrengen. En ik zo, tjup. En ik zie, geaccepteerd. Dus ik doe, ciao. En die draait zich om en zegt, wat is het, jong? Zijn we te lachen? En ik dacht, oh, what the fuck is dat hier? En ze zijn aan het lachen in mijn gezicht of wat? Ze zijn aan het lachen of wat? Ik zo, nee, wat is dat hier? Wat is dat hier? Dus die mens ik ga weg, ik begin te huilen, ik bel naar mijn mama, ik doe de deur toe. Ik pak met dat 2 kinderboeien naar achteren. Even bekomen. En ik heb dat dus op het einde van de dag pas gemerkt, waarom dat die mens dacht dat ik met hem aan het lachen was. Dus ik, op het einde van de nachtshift, ja, begin ik al die discs weer open te doen. En ik doe zijn een disc open en dat gaat op fistfucking non-stop. Die dacht dat ik hem aan het uitlachen was. Ja. Oh my god. Ja, ja. En, prachtig verhaal. Maar had je dat niet gezien hoe dat hem liep? Nee, maar... Maar nee, jij liep toch nog normaal in? Veilig vrij, belangrijk, hè. Zeg het ook eens in de camera. Nee, veilig. Hup die condoom erop. Kom aan. Heel goed. Hoe ging dat nummer? Ja. Put the condom on your willy. Hoe ging dat nummer nu? Hey, hey you, don't be silly. Put the condom on your willy. Hey, yeah, 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 yeah. Prins, hoeveel kinderen wil jij later? 3. Drie. Maar je hebt er al over nagedacht? Of... Maar ik was gewoon, als ik kinderen zou maken... Ja? ik was met mijn broer met 2 en dan voelde ze altijd zo 1 te weinig. Ah, oké. Okay. En wie dan? Mario, Luigi en? Ja, veel brol thuis, Lins? Ja. Ja? Ja. Voor allemaal muziek, rommel, ah, ja, studiomateriaal, okay. Veel halfwerkende dingen. Maar het is gezellig. Is echt zoveel brol? We zijn met 7 mannen. Ja. Dat is wel veel. Ja, 7 mannen samen? Ja. Dat is een leuke film, vertel. Waarom weten we dat nu pas? Je hebt gezegd, mijn ouders zijn raar. Of wat zijn nu weer? Ik denk dat ze stand-up comedians zijn, zonder dat ze het beseffen. Maar is dat ook niet gewoon zo, ouders van allochtone afkomst? Want mijn mama kan soms ook raar doen, zoals die vraagt mij nog regelmatig of ik nog wel genoeg geld heb. En dan zeg ik, ja, mama, mijn werk, ik weet dat ik een actrice ben, maar ik verdien wel geld, hoor. En zo... Ja, met delen. En dan zo, ja. Voor alle duidelijkheid, Jeroen zei dealer, niet dealen. Ik weet het. Geen mama? Nee. Merel, je zit hier voor de 9e keer. Klopt. Wow. Ja, beste speler van dit seizoen, nu al. Je bent nu ook de favoriet om de slimste mens ter wereld te worden, dat besef je? Ja. Ja. Druk op mijn schouders. De legende gaat, als een Hollandse wint, dat de presentator mee moet verhuizen. Veel succes, Merel. Hey. Ik zit hier dankzij u eigenlijk, want ik heb u vorig jaar vervangen. Het is dankzij u dat ik hier zit. Graag gedaan, graag gedaan. Anders zeg ik nu nog iets af en dan... Dat is grappig, want jullie hebben echt exact dezelfde energie. Ik weet het. Dank u. Graag gedaan. Ik weet precies dat.
Als jullie echt de slimste mens ter wereld willen worden, dan kunnen jullie veel leren van deze man. Tom Troch won zilver op het EK quizzen in 2018 en werd dit jaar vijfde op het wereldkampioenschap. Echt een van de slimste mensen ter wereld, dus straffe gast en nog veel straffer. Hij is hier vanavond bij ons in de studio. Welkom, Tom Troch. Hallo. Hallo, goeiedag. Alles goed, Tom? Ja, het is hier wel gezellig. Ah, dat is goed. De reden dat Tom hier is, is omdat jullie hem kunnen winnen. Ja. We gaan een doelvraag spelen en wie die doelvraag wint, die krijgt Tom als joker en mag hem in de rest van deze 3-6-9-ronde één keer inzetten. Ik zit eerst te denken of ik Tom ga inzetten. Kan je Tom inzetten? Ja, dat kan, hè. Dat is wel 10 punten, deze Het is voor 10 seconden, ja. Ja, weet hij dit. Ja, ik heb geen idee, maar ik zou aanpakken. Ja. Nou, jij bent de beste quizzer ter wereld. En je de vijfde beste ter wereld. Ja. Nee, de vijfde beste ter wereld. Oh. Dus ja. Ja. Nou, dan ga ik voor A. Voor A. 4 eikels. 4 eikels. Dat is veel, hè? Ja. Tom Merel, het is juist. Ja. Hey. Ja. Nee, knap. Nou, ik ben heel blij. Oh. Ja. Oh. Ja. Hij gebruikt er maar 2 tijdens een erectie. Okay. Ja, tijdens een erectie gebruikt hij er maar 2. En ze kunnen afwisselen tussen welke 2 ze gebruiken. En ze gebruiken het alleen voor de seksuele voortplanting en niet voor het urineren. Daar hebben ze nog een ander spel voor. Kent je die rode snoepjes dat je in het cinema zo doet? Ja, dat is mijn schepsnoep. Ja, dat zie ik mezelf nooit meer eten. Okay, maar... Nee. Heel goed. Jij nu. Nee, zeker en vast niet. Maar ik vind het altijd zalig. Als mooie mensen, als ik die echt zie wenen, dan vind ik zalig. Maar die dan ook zo lelijk zijn. En dan heb ik zoiets van... Hé, hey, welkom. Ah, ja, natuurlijk. Welkom in onze wereld, motherfucker. De slimste mens ter wereld. Zijt er iemand slimmer dan Den Merel? Jean-Jacques de Gucht heeft me een brief gestuurd. Echt? Ja, dat hij fier was dat ik in de jury van de slimste mensen... Een brief? En ik zit hier ondertussen over kak en chlamydia. Ik heb ooit eens een grasprietje moeten spelen. Echt of wat? Ja, echt een gras. En ik heb sindsdien bang van schoenen. Een ster. Bokkie, ligt er van jou ergens een ster in de frituur of zo? Sorry, ja. Ik denk nee. Nou, Jean-Jacques zal er wel mee bezig zijn. Ik zou wel heel graag in hebben, ik ga niet liegen. Ik zag met die song ereburger worden van Ninov. Ik wil het ook op een of andere manier. Van Aalst. Ja. Als me dat lukt... Ja. Maar dat gaat u lukken. Ja? Ja. De burgemeester heeft me uitgenodigd om bij hem thuis te gaan eten. Ah, voilà. Ja. En je denkt dat je geen ster gaat krijgen? De burgemeester heeft mijn hand gegeven en zei... Je mocht altijd eens bij mij komen eten. Maar fijn. Ah. Ja. Dat is al een ander verhaal. Ja. Zegt hem tegen iedereen. Nee. Jennifer, waar mogen ze jouw ster hangen? Kan. Kan, ja. Dat is mijn grote droom. Ik denk dat de mijne realistischer toch is. Sorry, Jenny. Oh, nee. Ik zie het gebeuren, Jennifer. Ik zie het gebeuren. Allee, wat heb je nu gezegd, Bokkie? Ik weet het, voel me zo schuldig. Nee, ik zie het gebeuren, Jennifer. Ja, zeker. Zeker. Hele goede actrice. Ja, dat weet ik. Ja, ik weet het. Ja. Dankjewel, Jeroen. Ja. Fuck you. Wees slim of een achterlijk konijn? We zagen nu al gaan. Nee. Jawel. Ik keek gewoon naar Bokkie. Ja. Ik keek ook naar Bokkie en mijn blik zei toch van... Ze gaan vragen stellen. Ja. Oh, op een kapsalon. Nee. En we kijken naar u en je zit daar zo met een kaartje. Bokkie. Nee, ik ging vragen, kom je vaak in kapsalons? Ja, ik, Erik. Oh, maar heeft nog niemand ooit gedaan? Gans dat publiek lacht. Eén in het publiek die echt zo...
Ik ken niet. Ja, nee. Amai, was dat, dan ben ik van mijn melk. In het publiek, echt dat zo wees naar mij. Hier achterin. Ja. Ja. Maar ik kom niet in kapsalons, nee. Nee. Dat was zelf. Ja, ik weet, er is wel één uitvinding dat ik al van mijn jeugd wil. Ja. Is een krapsalon. Dat mensen op je rug krabben. Ah. Ik ga het live op tv zeggen, het is van mij, hè. Maar een krapsalon. En dan kunnen zo dingen kiezen, eigenlijk zoals dan terug. Dan moet je... en dan, maar het is echt al lang bezig in mijn hoofd, hè. Zoals dan terug, dat je met twee zo op elkaar zijn rug. Ja. Ja. Dus allemaal welkom binnenkort ernaast. Een krapsalon. Goed. De slimste mens ter wereld, dat wil je wel zijn, kerel. Wel, wat ik wil... Dat komt altijd negatief in het nieuws, zuipen. Ja. Dat is jammer, want ik heb dan niks om mee uit te pakken, snap je? Nee, ik kan daar niet mee... Nee. Ik kan superveel drinken. Nee. Als je zo fitnessers hebt die zeggen... mijn opwarming is uw ganse workout. Ja. Ja, mijn aperitief is uw maag leegpompen. Maar je kunt daar niet mee uitpakken, of zo, snap je? Nee. Dat is zo jammer. En zie, binnenkort ereburger. Anthony, je bent regisseur en een van de grote beloften van de Vlaamse film, mogen we wel zeggen. Maar zou je ook de slimste mens ter wereld kunnen worden? Ja, ik weet niet. Als dat niet gebeurt, kan ik misschien presenteren of zo. Dat zou, ja. Ja. Ooit moet iemand dat hier overnemen, dat is zeker. Zou je dat zien? Jij was ook een regisseur. Dus... Ja, klopt. Ja. Ja. Oh, ja. 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 Heftig, hij zegt, jij was... Ja, inderdaad. Inderdaad, ja. Ik ben het nog, maar ik maak te weinig films. Ja, ik stond altijd hier. Het is moeilijk, je moet tijd hebben. Hè. Maar elke keer dat ik jou ontmoet, dan woon je in een andere stad. Waar woon je nu? In Gent. In Gent, ah ja. Je hebt ook al in Antwerpen gewoond. Ja. Dat klopt, ja. Maar jij woont nu ook in Gent. Ja, ik weet het, maar... waarom blijf jij mij achtervolgen? Je woont ook niet ver van mij, hè? Nee. Niet zo. Nee? Ah, ja. Nee. Zwaar. Dat is zwaar. Hoe gesprek dit? Ja. Goed gesprek. Dat is grappig, hè? Ik woon in Antwerpen. Ja, ik dacht, ik geef het even mee. Ja. Dena, waar woon jij? Brussel. Allee, Brussel. Wow. Ja. De hoofdstad. Ja. Allee. Ruben, waar woon jij? Allee, Ruben. Ja, er zit iemand in het publiek met een particuliere stem. Hè. Ja, heeft een... zo'n beetje... Allee, hij is... Zoek het beleefd. Ik zoek een ander woord voor keelkanker dat beleefder is. Dus, Moet je Ruben echt een keer laten horen. Moet je dat niet doen? Ja, doe dus, ja. Ruben, je was ooit een man en nu... En nu ga ik een diepte interview doen. Ruben, hoe ben je vanochtend opgestaan? Ja, met een piepstem. Nee, als het maar goed komt, hè. Anthony, ja, ik wens je veel succes met de quiz. Je kent het programma, hè. Je weet hoe het... Ja, ik kan het ook uitleggen, Ruben. Yeah, feel that right now, yeah, Sean Paul. So I don't really care what people say. I don't really watch what them on do. It's about the last half, it's a topic. I don't turn me on the truth. Muslim World Wise Day. Muslim, hey, yep. We yo, whoa, whoa. Sean Paul. Come on, Gosame. Don't have to be rich to be my girl. Don't have to be cool to be my girl. But to feel a sign, blah 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 blah. On a cold and glacial Chicago morning, another baby child is born in the ghetto. In the ghetto. And then put on an arm on the air, a little bit of a show, and it'll whatever they want. In the ghetto. In the ghetto. And we've had it there. Je bent één zanger vergeten in uw muzikale fase, hè? Sorry, doe ik in Wuthering Heights. Jij een favoriete Bond? Ik ben tegen Bond. Oké,
Maar weet je hoe de bel aan James Bond zijn huis, dat die klinkt? Nee. Dong. Ding dong. Jeroen, hoeveel kinderen heb jij? 33. Ja, dan wou ik zeggen van hoe heette die, maar dat is te veel. Dat is te veel, ja. 1, 2, 3, 4. Anthony, heb jij al namen voor je kinderen als ze later komen? Nee, nog niet. Hoeveel kinderen wil je? Goh, vanaf hoeveel is dat interessant voor de kinderbijslag? Nee. Anthony, jij al nodig had predictor? Ik weet dat niet. Persoonlijk, ik zelf, nee toch? Nee. Dus je hebt een bloemetje en je hebt een bijtje. En hebben jullie een favoriete kindacteur? Conor Rousseau. Ja. Ben je al eens lid geweest van een bende, Anthony? Ja, kijk, als ik met mijn vrienden wandel op straat, noemen ze dat bende voor me. Ja, de bende is erbij, hè? Daar zit de bende. Ja. Als ik het niet haal, kan alle richtingen uitgaan. Ja. Jeroen, ben jij wel eens geweest van een bende? Nee, wel van een vakbond. Van een vakbond. Anthony, jouw bijnaam als kind was Kung Fu Tony. Ja, omdat ik heb wat gevechtsport gedaan bij in die ja. En ja, af en toe moet je high kicks geven in het leven. Ah, oké. Okay. Ja. Maar nee. Ja, dat was gewoon zelfverdediging. O, echt? Ja. Ja. Dat was voor op school of zo? Ja, alleen toen ik opgroeide, mijn Nederlands was niet goed, dus ik kon mezelf ook niet goed... Nee, je kon niet verbaal... Ja, dus als iemand mij uitschelde voor... woorden die ik niet ga opnoemen, de N-word bijvoorbeeld, ga ik een high kick. Trots gelijk. High kick, zeer goed. Voilà. Ja, en nu zit jij hier. Ja, en zij liggen op de grond. Hè. Ja. Kapsel. Heb je dat ooit gehad, Jeroen? Ik heb nooit een kapsel gehad. Echt of? Ja. Nee, nooit. Ik ben zo geboren. Ja. Nee, maar dat, nee, wanneer ben je beginnen? Nee, ik kan gewoon heel veel naar de kapper. Ik kan gewoon te veel naar de kapper. Ja. Stan, mag je een slaas aanvullen? Menstruatiesoep. Pas. Bedoel je minestrone? Minestrone. Minestrone, ja. Anthony, plus je graag soep? Niet zo soep dat jullie eten of zo. Wat voor soep bedoel je dan? Ik ga niet zo... Ik weet niet, zo in België dan is soep echt een maaltijd of zo. Mm. Jawel. Like, in de zin van zo... We eten graag soep hier in België, toch? Ja, dat wel. Dat wel. Ja, wel, maar zo... In Ghana bijvoorbeeld, de soep wordt gegeten met een gerecht. Allee, met rijst. Ah, ja. En dat vind ik wel nice. Ja. Maar like, bouillabaisse is toch ook goed? Ja. Maar ça va, het is oké, zo. Ja, ze proberen hun soep te verdedigen. Ja, nee, het is oké. Okay. Ja, pas op, en als je zo van die Royco-soep, als je daar geen water bij doet, kun je dat ook gewoon eten. Ook niet met rijst. Okay. Als je supernoedels met Royco, top. Dat ga ik proberen. Oké. Okay. We hebben nog één fotoronde. Nee, sorry, ik vind dat hij keihard is over soep, eigenlijk. Ja, hij is hard over soep. Ja. Ja. Ja, hij heeft een mening. Ik neem dat was superracisme, voel ik.